Ja, daar zijn we weer met een lekker ritje van ongeveer een uurtje, een klein uurtje. We gaan vanaf Benthuizen naar Zeist. En het is maandagochtend, 18 februari, 10 voor 11. Zonnetje schijnt. En het is een graad of, even kijken op de thermometer, 11 buiten op het moment. Dat belooft veel goeds voor de rest van de dag. Het zou zomaar weer een graad of 15, 16 kunnen worden. Lekker man. En dat in half februari. Oho. Niet verkeerd. Weekend is weer achter de rug. Feestje gehad en dan nog even lekker visite gekregen. Dus de nodige biertjes zijn er weer ingevlogen. Gisteravond op tijd naar bed gegaan. En dan lekker nachtje gemaakt. Met frisse moed weer begonnen vanmorgen. Ja, lekker hoor. En dan met dit weer, heerlijk. Van het weekend nog de vraag van voel je je dan niet eenzaam de hele dag in zo'n auto? Nou nee, eigenlijk helemaal niet. Jij kijkt nu, dus je rijdt met me mee, dus wel gezellig hoor. Welkom. Optrekken dat we redelijk vol zitten. Aardig wat gewicht in die bak. En dan, dat heeft de optreksnelheid wordt er wel iets minder. Die 460 paarden even eraan trekken. Om het hele spul weer in beweging te krijgen. Maar goed, dat doen ze goed. We gaan hier zo dadelijk de A12 op. Richting Utrecht. En bij Utrecht gaan we
A27, A28 pakken. Zo weer bij Zeist. Thank you.
echt niet zo spraakzaam vandaag. Nee. Ik zit een beetje te chillen en een beetje te relaxen na het weekend. Een beetje me zonder te overdenken. Nou, dan kan ik wel een week een free vrij nemen. Maar geniet lekker van het uitzicht en van de rit. Geloof het of niet, maar zelfs ik kan wel eens stil zijn. Dat is meestal op maandag. Zo onder het gouden aquaduct door. Waar de rivier de Gouwen overheen gaat. Dus toen het aan heel project, toen de A20 gerealiseerd werd. Gouwaqueduct gemaakt. En toen die weg geopend is, stond daar een hele grote markt vanaf Gouda tot aan Rotterdam-Alexander aan toe. Nou, dat was wel mooi. Je mocht je lopen op de Rijksweg, was je nog niet open voor verkeer. Toen werd die officieel geopend. Daar ben ik bij geweest. Dat was volgens mij ergens in de jaren 80. Dat goed heb. Ja, dat weet ik niet meer hoor. Parkeerplaats hier aan de rechterkant met die pomp. Die pomp is helemaal nieuw. Is helemaal nieuw opgebouwd. Heeft een keer in de fik gestaan. Is volgens mij een auto ingereden. Dat is vlam gaan vatten. Is hem afgebrand, als ik me niet vergis. Is helemaal overnieuw opgebouwd. Is helemaal dicht geweest ook. Dat weet ik nog wel. Aankomsttijd in Zeist, 10:50, 11:45, 11:45 zo. Niks tegen zit.
enkele wierike. Dan kan toch gelijk aan bier denken. Doe maar weer een enkele wierike. Het dubbele bestaat trouwens ook. Video online dat we ook deze kant op gaan, maar dan gaan we er bij Woerden af om naar Montfoort te gaan. Een ritje langs Veen-Montfoort, volgens mij, of Boerkapelle-Montfoort. Boerkapelle, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar we gaan dus nu richting Utrecht, Zeist. Kijk, ik kom de dubbele wierik aan. Nou, doe mij maar een dubbele wierike. Sterren van de dorst. En toch is het een mijn. Heel gek. Ja, je mist de koeien nog in de wei, maar het komt omdat het nog maar half februari is. Die gaan nog niet naar buiten. Het is wel prachtig weer, maar ja, die staan nog allemaal op stal. Normaal gesproken staat heel wat vol met koeien. Dat zal over een paar maanden alweer gaan gebeuren. Maar de koeien staan er op stal. Het is ook super rustig op de weg. Het is al bijna voorjaarsvakantie in deze regio. Het noorden heeft al voorjaarsvakantie. Dat zou ook al mee te maken kunnen hebben dat het hier al stiller is. Nou, het tijdstip helpt ook wel mee hoor. Het is nu 11:15, dus dan ben je eigenlijk al filevrij. Maar tenminste lekker doorkachelen. Video's van file zie je niet op te wachten, dus die doen we ook maar niet. Rij je dan niet internationaal? Nou nee, momenteel niet. Het zal best wel eens gaan gebeuren dat we de Benelux ingaan of Frankrijk een keer. Of Duitsland, dat kan allemaal. Maar ik ben s'avonds liever gewoon lekker thuis, mijn vrouw en kinderen. Ja, mocht het een keertje voorkomen, dan is het geen probleem. Je zit een goed bed in en dan neem je gewoon een iPadje mee, kun je nog televisie kijken ook. Tegenwoordig wel mooi dat je hele databundel in de hele EU geldig is. Dus ja, ik heb een redelijke bundel, dus daar kan ik wel wat op televisie kijken. Niet zo'n probleem. Of een filmpje, of weet ik het. Netflix. Want als je namelijk je verplichte 11 uur moet maken, ja, wat ga je dan doen die 11 uur? Je gaat niet 11 uur liggen slapen, tenminste ik niet. Of 6, 7 slapen heb ik toch echt wel genoeg aan. Eerder 6 dan 7. In het verleden wel veel in het buitenland geweest met mijn couriersbedrijf. Veel Frankrijk, Duitsland. Regelmatig nog in Zwitserland geweest, Oostenrijk, een keer in Tsjechië, Zuid-Spanje, Malaga. Ja, leuk hoor. Heel veel in Frankrijk. In België natuurlijk. Duitsland ook, ja. En dan moet je wel eens een overnachtingje pakken. Ik heb ook wel eens een paar keer in een auto geslapen, in een busje of zoiets. BJ-trekker heb ik nog gehad, ook nog eens in geslapen. Er zijn geen slaapcabines, hè? Maak je gewoon de ramen dicht met een doek. Blijf dan proberen te slapen. Nou, dat is echt 3 keer niks hoor. Ik kan beter een lekker hotelletje pakken, dat deed ik eigenlijk altijd wel. Maar soms was er geen hotel in de buurt.
Ja, dat kon je niet anders. Met een dubbelcabine, ook nog vaak weg geweest. Op de achterbank slapen van die dubbelcabine. Ja, dat was ook een leuke tijd. We hebben veel in hotels geslapen toen. Met die goedkope dingetjes. Al een tientje, 4-5 per nacht, weet je wel. Dan kan je gewoon met je pinpas kan je gewoon een kamer boeken. Gelijk daar aan de deur. Dat is dan onbemand. Dan krijg je een code van die kamer, dan kan je erin. Als je betaald hebt. Nou, 's morgens is er dan wel altijd iemand voor het ontbijt. Dan kun je ontbijt nemen. Uiteraard extra betalen, maar wel lekker. Dan stap je weer lekker fris gedoucht de auto in. En lekker geslapen. Ja, met het couriersbedrijf was het niet gek dat je 1000 kilometer per dag reed, hoor. Soms nog wel meer. Weer een rit Barcelona gereden. We hebben in één keer gereden, 1500 kilometer. Oppas geregeld voor de kinderen. Vrouwtje is meegegaan. Was in het weekend. Pakketje afgeleverd, hotelletje gepakt. En even een avondje bezig stappen in Barcelona. Hartstikke leuk. Andere dag weer terug. Ja. Weer even 1500 kilometer. Rijd 3000 kilometer in het weekend om een avondje te gaan stappen. Ja, werd wel betaald, want er moest toch een pakketje worden afgeleverd. Leuk hoor. Testlocatie van verkeerssystemen. Testen ze nieuwe flitsers uit en weet ik het allemaal niet meer. Nieuwe camera's, weet ik het. Ik weet niet of je ook daadwerkelijk beboet wordt als hier wat gebeurt. Als je hier te hard gaat of wat dan ook. Ergens de nieuwe bakken spullen uittesten natuurlijk, hè. Trajectmetingen kunnen ze hier ook doen. Hangt helemaal vol met allerlei soorten camera's. Of je een gordel om hebt, ja of nee, of weet ik het allemaal niet meer. Of er iemand naast je zit. Gezichtsherkenningsdingen, reken maar dat er de opsporingsdienst ook wel het een en ander bij zal hangen. Niet alleen maar verkeerstechnisch, maar opsporingsdiensten, ja. Ze voeren tegenwoordig je kenteken in een systeem. En als jij op de weg bent gesignaleerd, ben je zo gevonden. Zwakken af hoor. Maar echt anoniem.
rijden is onmogelijk. Ja, de auto's tegen. Maar ja, als je niks te verbergen hebt, maakt het allemaal niet uit, hè. Bij de meren. Dus links zal zien liggen, de meren. Bij de meren altijd zo'n wegrestaurant, dus een truckstop. Dat, dat zit er nog steeds, maar dat is nu een Laplace geworden met een Burger King erin. Echt weer zoals het vroeger was. Niet dat de gemiddelde chauffeur nu zoveel tijd heeft om ergens een balletje te gaan eten, want die nieuwe technologieën worden de chauffeurs behoorlijk gecontroleerd. GPS en allerlei van die kastjes in de auto die alles registreren. Of als een PDA'tje hebben om de ritten mee te registreren en handtekeningen iets op te zetten. Er is ook GPS in, weten ze precies waar ze uithangen. Ik heb er gelukkig geen last van. Ik rijd nog voor een opdrachtgever die een beetje wat ouderwetser is. En gewoon al gewoon op goed vertrouwen. En dat bevalt mij echt prima. Daar moet je geen misbruik van maken natuurlijk. Dat doen we ook niet. Tussen, 5, was het wel. Dan pak je er alweer voor. Als hij op zijn rem moet staan, heb ik echt een probleem. Dan vlieg ik erin. Dan rijdt hem erover hoor. Terwijl als hij gewoon eventjes in die baan door blijft rijden. En zorg dat er nog een metertje 40 tussen zit. Dan dat was RS komt. En niemand last van.
spul heb ik zand op voor het weekend. Lekker hoor. Lekkere goudgele rakker, jongen, straks op zijn terrasje als het nog wat warmer wordt. Oh, 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 oh. Lekker koud. Oh. Even deze baan volgen, gaan we eraf. Richting A27, A28. Knooppunt Rijnsweerd. Aardig knooppuntje in de spits. Vaak heel druk.
komen we daar om 11:45 aan. Dus dan ben ik erg benieuwd of ik nog gelost ga worden voor het eten. Dat hoop ik eigenlijk wel. Aan de andere kant, ik heb niet heel veel haast. Het is niet zo heel druk deze tijd van het jaar. Dus ja, moet ik eens even ergens een uurtje wachten, is het jammer. Ik ben maar wat later thuis, ik krijg toch niet meer werk door vandaag. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Hij staat hier op de borden, de deel, de Zeist. We pakken gelijk deze afslag zo meteen. UMC, Utrecht Medisch Centrum. Daar heeft mijn vader nog wel eens ingelegen. Is het ook een academisch ziekenhuis? Niet helemaal zeker, maar ik dacht het wel. Ik ben niet altijd blij van te worden hoor. Ik hou van die student aan je nest. Ja, lekker. Ja, die moeten het ook leren, hè? Ja, als jij de proefkonijn bent, dan word je niet zo blij van. Vuurs moeten prikken, ze prikken 5 keer mis, daar wordt het wel even gek van, denk ik. Dan zou ik zeggen, joh, weet je wat jij moet doen? Je moet bij les 1 beginnen. Even de ruimte pakken, want krabokkie. Afgelopen zaterdag een vriend van mij heeft een proefles genomen op een vrachtwagen bij een rijschool. En die vond het hartstikke leuk eigenlijk. Zo'n proefles is wel een aanradertje om een keertje te doen. Ja. Hij zegt, dan weet je ook eens een keertje wat het is om in een vrachtwagen te zitten en hoe het allemaal werkt.
wat je meemaakt. Maar hij zegt, ik heb een stukje snelweg gereden. Maar je valt als wat in slaap van die snelheid. Dus ja, het is niet hard. Dus aan de andere kant, het is wel relaxed ook. Het heeft ook helemaal geen zin om haast te hebben in het verkeer. Dat leer je ook in de vrachtwagen. Gewoon eerder weggaan en als dat niet kan, ja, jammer, dan kom je maar later aan. En soms dan wil je voor je gevoel wel eens wat harder gaan rijden, want het heeft op het binnenland eigenlijk niet zo heel veel zin. Kijk, als jij een rit Zuid-Spanje rijdt, je rijdt dan 90 in plaats van 80, ja, dan heb je wel wezenlijk verschil. Korte ritjes binnenland. Ah, joh. Kom er 2-3 minuten eerder aan. Joehoe, wat een feest. We gaan hier naar rechts richting Zeist. Vrij, dat is mooi zeg, kunnen we in één keer zo doorstiefelen. Lekker hoor. Links van mij zit Van der Valk de Biltse Hoek. Daar hebben we nog wel wat herinneringen liggen van mijn ouders. Daar heb ik een keer feest gegeven toen ze 25 jaar getrouwd waren. En we zijn een keertje geweest eten toen ze 15 jaar getrouwd waren. Ja, leuk. Echt een goed restaurantje. Heerlijk gegeten daar. Hier gaan wij naar rechts. Een beetje ruimte pakken. Het is niet zo breed. En ik ben bijna op plaats van bestemming nu ook, dus ik ga alvast afscheid van je nemen. Voor wat betreft deze rit dan. Dankjewel voor het kijken. Leuk dat je met me meereed. Graag tot een volgende keer. Ik zeg joep, doei en de mazzel. Later!